Op 6 locaties in het centrum van Den Haag kan je de hele avond terecht voor een optreden. Of een laatste keer de standpunten van de lijsttrekkers op een rij. Jongeren stemmen vaak niet. Nou, dit is gewoon een idee om op een fantastische manier met goede groepen hen ook naar de politiek te lokken. Meer mensen en vooral jongeren naar de stembus krijgen dus. Dat is het idee. Wat vind je ervan dat je nu ook 's nachts kunt stemmen? Goed, perfect. Als je overdag niet kan, kan je lekker in de avond gaan of in de nacht. En zeker als je op zo'n avond als dit ga je lekker stappen en dan wordt de gelegenheid gesteld om te stemmen. Ik vrees toch dat het maar een gering effect zal hebben op het opkomstpercentage in de gemeente. Het is namelijk zo dat het gaat vooral om de grondhouding van mensen. Weet ik op wie ik moet stemmen? Ga ik stemmen? En als ik wil stemmen, dan doe ik dat. En dan is het heel fijn dat de drempelverlagende maatregelen worden genomen. Zoals dat ik vannacht in de kroeg kan stemmen of op het station. Maar als ik toch niet wil stemmen, dan ga ik dat ook vannacht niet doen. Het is zo dat ik hier ben. Misschien is dat handig om te stemmen, maar ik kan het ook morgen doen, toch? Heb je kiespas bij je? Nee. Den Haag is de stad. De stad.